We staan hier in het belevingscentrum, het Moment. Het is eigenlijk de oude boerderij van de abdij met een grote schuur en stallingen en woonhuis. Begin vorige eeuw werd dit gedeelte ingepalmd door de toenmalige drukkerij. 15, 20 jaar geleden zijn deze gebouwen verlaten en in slechte staat achtergelaten. En dan stelde zich natuurlijk het project om deze gebouwen te restaureren, maar tegelijk ook een nieuwe bestemming te geven. Dus als nieuwe bestemming sluiten wij enigszins aan bij de oude ambachten die hier ook altijd in de abdij zijn uitgeoefend. Met name dus het brouwen van bier, het bakken van brood, het maken van kaas en andere elementen. Omdat wij ook onze abdijproducten reeds gelanceerd hadden, was het hier de ideale plek mensen de kans te geven om hier iets te gebruiken en ook om wat meer informatie over de productie van deze abdijproducten iets meer te weten. We zijn vooral heel blij dat dit ontmoetingscentrum, dat een plaats is waar vele mensen komen en ook graag komen, dat is het belevingsproject dat we willen bereiken. De architecten hebben de opdracht van de abdijgemeenschap heel goed behartigd, waar wij hebben gevraagd. We hebben graag dat hier in ons bezoekerscentrum de sfeer, de schoonheid van de abdij wordt doorgetrokken. En het is op een heel mooie manier gebeurd. Je hebt die oude gebouwen met een monumentale uitstraling, maar waar op een heel respectvolle manier heel nieuwe eigentijdse elementen ingebracht zijn. Ik denk dat het succes van het project eruit bestaat dat oud en nieuw op een hele mooie manier met elkaar versmolten zijn geweest. Dus we hebben enerzijds dus de oude muren, de oude gebouwen, die eigenlijk een opwaardering hebben gekregen met hele minimale hedendaagse ingrepen die samen eigenlijk dus maken dat het Moment een tijdloos geheel is geworden. Zodra je door de poort van het belevingscentrum binnenkomt, omwille van de lagere ligging en de hogere ligging van de abdijkerk, krijg je eigenlijk een heel mooi zicht op die abdijkerk, op heel het ensemble van de abdij. En kan je ook een glimp meemaken van het abdijleven zoals het hier vandaag de dag nog volop aanwezig is. We zijn eigenlijk op twee manieren te werk gegaan. Je hebt enerzijds de bestaande gebouwen waar we zo genuanceerd mogelijk te werk zijn gegaan. En anderzijds hebben we die overdekte luifel, waar we toch effectief een duidelijk zichtbare nieuwe toevoeging hebben gedaan in heel de site. Zo hebben we geprobeerd om in heel de site te werk te gaan om het erfgoed te laten spreken opnieuw. Het nieuwe project past zowel in het brede geheel van de abdij. Wij zijn een abdij die open staat voor groepen, voor gasten en ook voor de vele toeristen of mensen die in het Merode gebied een activiteit gepland hebben om die te ontvangen en die ook wat informatie te geven. De meeste bezoekers die het belevingscentrum binnengaan, die hebben zo'n beetje een wauwgevoel, omdat ze eigenlijk daar het mooiste zicht hebben op de abdij dat ze vroeger nooit gekend hebben. Nu kunnen ze eigenlijk genieten van het mooiste zicht op de abdij die bovenop de heuvel ligt. Iedereen is toch wel heel tevreden van de transformatie van deze historische gebouwen met een eigentijds tintje, maar toch heel trouw aan het oude gebouw.